Volgende oefening die gaan we doen is hammy bridge. Hammy bridge, wordt zijn neem, wordt tegen hetzelfde. We gaan werken rondom onze hamstring. Hamstring liggen aan de achterzijde van het bovenbeen. Vorm die we gaan maken is een soort trust, een bruggetje dat we naar boven toe gaan maken. Kan perfect uitgevoerd worden op stoel thuis, op het bed, op de rand van de zetel. Wij gaan hier de zitbal voor gebruiken. Waarom de zitbal? Creëert nog net een klein beetje meer instabiliteit, nog meer activatie. Uitgangspositie waarin we gaan werken, zo meteen in onze knie, is 30 graden. Die hoek is belangrijk, zeker voor de lopers onder jullie daar, is die hoek ook specifiek, omdat het de hoek is waarin we onze loopbeweging contact met de grond gaan maken. Dus startpositie 30 graden. Andere been, neem niet deel in de actie, je knie trek ik mee op naar boven toe. Armen mag je lichtjes mee steunen, eventueel eerder voor balans te houden. Lukt het echter, mag je het ook vanuit elleboog steunen. En vanuit die positie, ik trek mijn hak in mijn mal en ik bridge op naar boven toe en weer terug. Ik hou een gelijkmatig tempo aan in mijn beweging. Aan 2, 2, 2 op, 2 neer, touch and go. 1, 2, 1, 2. Goede referentiewaardes, puur op lichaamsgewicht. Voor een duurloper is 25 graden op lichaamsgewicht. Veel succes. Stop de video.